Goedemiddag. N-VA-voorzitter Bart De Wever wil zo snel mogelijk de coronabeperkingen afschaffen nu. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke wil adopties vanuit het buitenland voor 2 jaar opschorten. En op de Paralympische Spelen heeft wielrenner Tim Seelen zilver gepakt in de wegrit in de klasse op 3 wielen. N-VA-voorzitter Bart De Wever wil de coronabeperkingen stilaan zien verdwijnen. Hij vindt vooral de maatregelen die nu nog gelden niet consequent. De N-VA-voorzitter heeft ook kritiek op minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde van CD&V. Zij slaagt er volgens De Wever niet in om fatsoenlijke ministeriële besluiten af te leveren met heel wat onduidelijkheid tot gevolg. Zoals nu, waardoor de nachtclubs bijvoorbeeld toch al open kunnen zijn zolang ze maar privé-evenementen organiseren tot 200 personen. Gisteravond in de Overpoort, de uitgaansbuurt van Gent. Druk op de terrassen en ook binnen in de cafés. Allemaal in lijn met de huidige coronamaatregelen. Dansen mag nog niet en discotheken mogen pas vanaf 1 oktober open. Maar er is een achterpoortje, want door er een privéfeest van te maken kunnen er wel 200 mensen binnen dansen. En net als in Gent zijn ook in Antwerpen discotheken en nachtclubs van plan dat te doen. Antwerps burgemeester De Wever geeft de uitbaters gelijk. Volgens hem is het een gevolg van een slechte wet. De wet van mevrouw Verlinde deugt niet. Ik hoor op het nieuws dat ze niet amused is. Wel kunnen zeggen, wij zijn ook not amused. Met ieder MB dat er komt, blijkt dat die volstaan met dingen die niet bedoeld zijn, inconsequenties, zaken die niet toepasbaar zijn, loopholes waar mensen gebruik van kunnen maken. We hebben dat wel grondig doorgesproken in het overlegcomité waar ook minister-president Jan Bon aanwezig was. En hij is niet alleen aanwezig in dat overlegcomité, maar hij kijkt ook mee naar het opschrijven van die teksten van dat ministerieel besluit. Dat doen we samen. Er kunnen opmerkingen gemaakt worden. En bijvoorbeeld nu met betrekking tot die dansfeesten zijn er vanuit die hoek geen opmerkingen gemaakt. Dus ik vond die uithaal wel enigszins opmerkelijk. De Wever wil ook dat de coronamaatregelen die nu nog gelden worden afgebouwd. Ik kan niet een jaar lang zeggen, goed, als de vaccinatiegraad boven een bepaald punt is, dan kun je het loslaten. We bereiken dat punt en dan zeg je, ja, nee, er gelden nog allerlei beperkingen. Op een gegeven moment moet het leven wel kunnen hernemen en moet men gewoon kijken naar de ziekenhuizen natuurlijk, dat het daar niet meer lukt. Ja, dan heb je een probleem, maar de besmettingen zelf, ja, dat is iets dat je toch eens zou moeten loslaten. Een volgend overlegcomité waar beslist wordt over die maatregelen komt er in de loop van september. Het Koninklijk Paleis laat weten dat de koninklijke familie in quarantaine gaat na een coronabesmetting. De koning of de koningin zelf zijn niet besmet. Ze zijn getest en bleken negatief. Maar een van hun jongste kinderen legde wel een positieve test af. Daarom zullen ook de koning en de koningin deze en volgende week hun contacten beperken en schrappen ze de activiteiten op hun agenda. Koningin Mathilde zal morgen bijvoorbeeld niet naar de begrafenis gaan van haar oom in Poperingen, Henri Dudekem d'Acoos. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke wil nieuwe adopties vanuit het buitenland voorlopig opschorten in afwachting van een grote hervorming. Dat stelt hij voor op basis van een expertrapport. Bij interlandelijke adoptie gebeurde in het verleden soms wanpraktijken. Een hervorming moet dat verhelpen. De nadruk moet ook meer op de noden van het kind zelf komen te liggen. 2 jaar geleden kwamen verschillende wanpraktijken aan het licht bij interlandelijke adopties. Deze zussen getuigden in het journaal over hoe ze hun geboortemoeder vonden, die ontkende hen te hebben afgestaan. Jij bent van mij weggenomen geweest. Als ik thuis kwam, als je een dag of 2 dagen oud werd en ik kwam thuis met u, hebben ze mij bedreigd. En hebben ze mij onder dwang, met geweld eigenlijk, hebben ze ontvoerd. Om de wanpraktijken tegen te gaan is een hervorming nodig, vinden experten en minister Beke. Adoptie van een kind uit het buitenland moet enkel heel uitzonderlijk kunnen. Er moet ook meer controle komen en het belang van het kind staat voorop. En om alles te hervormen is een adoptiepauze nodig. Die ouders die al in een procedure zitten,
met een adoptiekind uit het buitenland. Ik denk dat we die wel zekerheid moeten geven dat dat traject kan voortgezet worden. Het is niet de bedoeling om dat abrupt te stoppen. Iets anders is wanneer dat de ouders nog die traject moeten opstarten. Daarvoor denk ik moeten we toch eens nadenken. Is het niet beter om te zeggen we gaan eerst eens even onze zaken op orde zetten vooraleer dat we daarmee doorgaan. Maar een adoptiepauze is absoluut geen optie voor NVA. De kinderen die wij vandaag adopteren uit andere landen gaat altijd over wat wij special needs noemen. Namelijk kinderen die met hun broers en zussen samen moeten geplaatst worden en die dus geen opvang vinden in hun eigen land. Het gaat over kinderen die HIV of hepatitis hebben. Het gaat over kinderen met een ontwikkelingsachterstand of met een groeistoornis. Dat zijn de kinderen, dat zijn de kwetsbare profielen die wij vandaag opvangen in Vlaanderen. En daar gewoon op de pauzeknop voor drukken, dat vind ik eerlijk gezegd verzaken aan onze morele plicht. In de scholen worden de coronamaatregelen stilaan losgelaten, althans in Vlaanderen. Maar op dag 2 van het nieuwe schooljaar, wanneer ook weer volop les wordt gegeven, is dat andere probleem in het onderwijs beter voelbaar dan ooit. Het lerarentekort. Ook Coloma Plus, een middelbare school in Mechelen, kampt ermee. De school zoekt nu naar een digitale oplossing. We zijn dus nog op zoek naar leraren voor Frans, Engels, Nederlands en godsdienst. Zo'n 20 leerkrachten die zoekt deze school 2 weken geleden nog volop. Een groot deel is op de valreep gevonden en komt uit de privésector. Dat is voor onze school ook wel heel goed, omdat wij een school zijn die heel wat praktijkgerichte opleidingen aanbiedt. Dus die ervaring van op de vloer is voor ons ook wel heel belangrijk. Maar daarmee is de zoektocht naar leerkrachten Nederlands, Frans, Engels en godsdienst nog niet een einde. Om hun afwezigheid op te vangen, wordt de leerstof in een digitaal pakket verwerkt. Het gaat om individuele leerpaden die we bijvoorbeeld voor de leerlingen gaan uittekenen. Waarbij we starten met de leerkracht die een uitleg geeft. Die uitleg gaan we dan opnemen bijvoorbeeld. We gaan zorgen dat dat op film staat. Dan kunnen we dat integreren in een leerpad, zodat de leerlingen die niet in de klas zitten terwijl de leerkracht die uitleg geeft, toch die uitleg kunnen krijgen, zij het dan op een ander moment. In dit filmpje ga ik jullie een beetje meer uitleg geven over doorvoeren in Excel. Maar zo'n digitale aanpak vraagt natuurlijk discipline en motivatie van de leerlingen zelf. Leerlingen van de eerste graad, eerste en tweede middelbaar, ja, daar kunnen we dat nog niet van verwachten, zoals we dat misschien wel kunnen verwachten van leerlingen in de derde graad. Het is niet zo dat we de leerlingen alleen laten. Dus zelfs tijdens die momenten dat een leerling zelfstandig aan het werken is, is er begeleiding. Toch geniet het echte lesgeven nog altijd de voorkeur. Wij blijven heel hard zoeken naar leraren, want we merken ook wel zeker na corona hoe waardevol het is en hoe cruciaal het is dat er een leraar in de klas is en de leerlingen echt individueel kan begeleiden in hun leertraject. De politieke discussie over de hervorming van de pensioenen in ons land wordt heftiger. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau wil de solidariteitsbijdrage op de hoogste pensioenen optrekken, terwijl de vorige regering ze net afbouwde. Hij zei dat in de afspraak gisteravond. Zijn liberale tegenhanger Egbert Lachaert noemt dat dan weer een extra belasting op mensen die veel en hard werken. Lachaert ziet meer heil in het geleidelijk wegwerken van de voordelen van het ambtenarenpensioen. Hoe gaan we pensioenen blijven betalen en het minimum voor de kleintjes zelfs verbeteren? Volgens de Vlaamse socialisten moet dat onder meer met een bijdrage van de hoogste pensioenen. De vorige regering bouwde die solidariteitsbijdrage af, Conor Rousseau wil ze terug. Dat doe je ook door principieel de solidariteitsbijdrage te verhogen. Die allerhoogste pensioenen, 4.000, 5.000, 6.000 euro pensioen, ja, daar gaan wij toch, dat vind ik ideologisch belangrijk, principieel, dat je aan die mensen zegt, we gaan toch die kloof tussen arm en rijk ook in die pensioenen proberen dichten. Laat ons op voorhand de discussie niet op de straatstenen voeren. Het is een discussie die we binnen de regering gaan hebben, maar sowieso belasten wat mensen opbrengen aan werk, wat ze daaraan inkomen overhouden, dat gaan wij niet doen. En de liberale voorzitter haalt meteen zelf een oud strijdpunt weer boven. Ik denk dat er vooral vandaag een probleem is met 3 verschillende statuten. Dat het heel moeilijk uit te leggen is dat je een statuut als ambtenaar bijvoorbeeld heel veel opbouwt en andere mensen heel leven werken, bijdragen en veel minder opbouwen. Ik denk dat we daar naar harmonisering moeten gaan. En dan de voorwaarden voor het minimumpensioen. De liberalen eisen minstens 20 echt gewerkte jaren. Voor socialisten moeten jaren ziekte en werkloosheid ook volwaardig meetellen. Want je kiest meestal niet voor werkloosheid of ziekte. Ik ben heel hard tegen profetariaat, maar we moeten hard werken belonen. Maar iemand die tegenslag heeft, toch niet dubbel gaan straffen. En het ding van de 20 jaar effectief gewerkt,
impliceert eigenlijk dat je mensen dubbel gaat straffen. Want als je geen recht hebt op een ziekteuitkering, dan moet je er geen krijgen. Maar als je recht op hebt, dan moet je in je pensioen niet nog eens gestraft worden omdat je bent ziek geweest. Voor ziekte willen de liberalen mild zijn, maar niet voor werkloosheid. Als je het minimum hebt van 20 jaar, lijkt ons dat rechtvaardig. Je kan moeilijk tegen iemand zeggen die een heel leven gewerkt heeft en bijgedragen heeft, die ongeveer dat pensioen van 1500 euro zal hebben, dat hij hetzelfde heeft als iemand die nooit gewerkt heeft, terwijl er duizenden vacatures openstaan op dit moment. Dat is niet rechtvaardig. Door die historisch natte zomer zijn veel boeren er niet in geslaagd om hun mest uit te rijden voor de deadline van eind augustus. Mestwagens reden zich de voorbije weken immers vast in de velden. De boeren willen nu een verlenging van de uitrijperiode voor mest om hun overschotten kwijt te geraken. Maar de betrokken minister, zoals Demingers, ziet dat niet zitten. Nu begint het opnieuw te lukken voor mestwagens om het veld op te rijden. Maar het is te laat, want de deadline is verstreken. De vorige weken was het ploeteren en die sporen zijn nog duidelijk merkbaar. Ik hoor van collega's veel, die hebben zich vastgereden. We hebben zelfs collega's die hebben een kraan moeten bijhalen om die uit te graven, om vooruit te trekken. Dus er was geen beginnen aan? Er was geen beginnen aan. We hopen dat er wel nog een begin aan komt, dat we nog eens kunnen uitrijden, nog deze maand. Concreet willen Philippe en zijn collega's een verlenging van de uitrijperiode voor drijfmest tot 10 september, wat volgens de wet is toegelaten. Maar dat zit er niet aan te komen. Ik heb gewoon geen marge. Evaluatie na evaluatie blijkt dat die waterkwaliteit in Vlaanderen slecht is. Om dan nu te zeggen dat ik moet gaan versoepelen voor een specifiek belang van de landbouwers, die ik wel begrijp voor alle duidelijkheid, ja, dat gaat niet. Dat de minister eens aantoont wanneer je één week verlengt, wanneer het mooi weer is, wanneer de mest die we uitrijden en inzaaien en direct wordt opgenomen, dat is aantoont dat dat de waterkwaliteit zal benadelen. Wij twijfelen er zeer sterk aan. We hebben nu 14 dagen schoon weer, maar het is te laat 14 dagen. Hè? Ja, te laat. Ja. Als we dat half augustus hadden, was dit nog daar. Ja. Veehouders moeten hun mest nu naar een mestverwerkingsbedrijf brengen, omdat de eigen opslag niet vanzelfsprekend is. Maar ook dat baart zorgen. De mestverwerking zit ook aan zijn limieten. Het is niet zo dat je zomaar onbeperkt mest kan wegbrengen naar de mestverwerking. En ook niet tegen elke prijs. Ja, mestverwerking kost altijd geld. Net zoals een bedrijf die ook zijn afval naar een verbrandingsoven moet gaan brengen, kost ook geld. De vervuiler betaalt principe, dat is een algemeen principe. Uitlopers van de orkaan Ida, die eind vorige week aan land kwam in Louisiana, teisteren nu de oostkust van de Verenigde Staten met hevige regen en overstromingen tot gevolg. In de stad New York is zelfs de noodtoestand van kracht op dit ogenblik. In totaal zijn al zeker 6 mensen om het leven gekomen daar. Dit is Rutherford in de staat New Jersey, ten noorden van New York. Orkaan Ida mag dan al grotendeels uitgeraasd zijn. Hevige wind, zware regenval en plotselinge onverwachte overstromingen zijn er de nasleep van. Oh my god, this is terrible. People are screaming. De brandweer slaagde erin mensen uit een benarde situatie te ontzetten. In dit stuk van New Jersey passeerde een tornado. Van de huizen bleef niet veel meer over. It came up quick, and the basement was full before I could do much about it. So. Het is niet uitgesloten dat er zich nog tornado's voordoen. De weerdienst waarschuwt voor levensbedreigende situaties door rondvliegend puin. In de Amerikaanse staat Texas blijft intussen de nieuwe strenge abortuswet voorlopig van kracht. De wet verbiedt abortus al vanaf 6 weken zwangerschap en beloont ook abortusverklikkers. Enkele belangengroepen eisten in een spoedprocedure de opschorting van de wet, maar het Hooggerechtshof weigerde gisteravond die aanvraag. In het zuiden van Mexico zijn veiligheidstroepen enkele huizen binnengedrongen waarin zich vluchtelingen en migranten schuilhielden uit Centraal-Amerika, Haiti en Cuba. Zij maken deel uit van een karavaan van zo'n 200 mensen die via Mexico naar de VS trekt. Mexico heeft zeker 14.000 agenten ingezet aan zijn zuidgrens om illegale migratie aan te pakken.
en een gigantische olievlek van vele honderden vierkante kilometers bedreigt op dit ogenblik de stranden van Cyprus en Turkije. De olie is een week geleden beginnen te lekken uit een elektriciteitscentrale in Syrië. De oorzaak is onbekend. Speciale schepen van de Europese Unie en Turkije zijn nu onderweg om de vlek in te duiken. Dag Maarten, de Belgen die blijven het uitstekend doen op die Paralympische Spelen. Hè? Ja, het zal wel zijn. 13 medailleswim. Dat hebben ze intussen al niet zitten geloven. En Tim Sela die zorgde vandaag voor medaille nummer 13, zilver dus in het wielrennen. En voor Sela is dit al zijn tweede Olympische medaille. Dinsdag pakt hij brons in het tijdrijden. En de Belgen die doen het eigenlijk wel heel goed in dat wielrennen op die Paralympische Spelen met in totaal al 5 wielermedailles. Alweer rotweer vandaag op de Fuji Speedway. Maar zo heeft Tim Sela het graag. Hij is wereldkampioen en favoriet. Maar op dit zware parcours is hij zeker niet onklopbaar. Vooral bergop heeft Sela niet de beste papieren. En dat blijkt al snel als een Chinees, een Colombiaan en een Spanjaard Sela losrijden. Sela, die aan de rechterkant van het lichaam verlammingsverschijnselen heeft, doet er wel alles aan om de kloof zo klein mogelijk te houden. Maar bij een moeilijke doorgang komt de Colombiaan Quiroga ten val en hij sleurt ook de Spanjaard Figuerola mee. De Chinees Chen profiteert en moet alleen op avontuur. Maar ook Tim Sela doet zo zijn voordeel en rijdt plots alleen op positie 2. Het komt er nu op aan zeker die tweede plaats vast te houden, want tegen Chen is weinig of niets te beginnen. Sela is ongerust, hij kijkt de hele tijd achterom, maar er is nergens voor nodig. De dorpsgenoot van Jasper Philipsen is op weg naar een schitterende tweede medaille op deze Spelen. Eerst brons in de tijdrit, nu zilver in de wegrit. En toch blijft Sela achter met een dubbel gevoel. Ja, ik ben wel blij, maar ook wel een beetje teleurgesteld. Omdat ik eigenlijk ook kwam voor goud. Het wereldkampioen zijn in deze discipline. Dan kwam er altijd voor het hoogst mogelijk en zeker voor het goud. Maar de Chinees was gewoon te sterk bergop. Ik ben dan ook altijd blijven mijn tempo rijden. En ja... De tijdrit zat ook nog een beetje in de benen ook van 2 dagen terug. Maar ja, de tweede medaille op de Paralympische Spelen, 2-2 eigenlijk. Ja, dat is schitterend, hè. Ja, dat is zeker schitterend natuurlijk. 13 medailles in totaal. Ruben van Gucht in Tokio. Heb je eigenlijk een verklaring waarom de Belgen het zo goed doen op de Paralympische Spelen? Maar ik zal zeggen, een goede mix tussen ervaring, zekerheden op medailles en anderzijds nieuw talent dat ook meteen rendeert. Als je gaat vergelijken met de Paralympische Spelen in Rio, daar hadden we 11 medailles. Met een 8-tal medaillewinnaars, daar zijn er 6 van naar Tokio gekomen. En van die 6 die dan hier in Tokio zijn, zijn er toch al 4 van die atleten die 1 of meerdere medailles hebben gepakt. Dus ik zei het al, zekerheden op medailles. En Michel Georges bijvoorbeeld en Peter Genijn, die hebben allebei alweer gescoord. En dan die nieuwkomers die het ook meteen goed doen. Manon Klaes, 2 medailles. Dias was er niet bij in Rio. Voilà, die scoort. We hebben Ewout Vromand, ook een nieuwkomer, die een medaille heeft gepakt. Die hebt uiteraard Griet Hoed en Tim Sela, die waren er al bij in Rio. Maar pakken nu ook medailles. Dus er zijn wel wat nieuwkomers die medailles pakken. Maar toch, het is het verloop. Je hebt geen Chris Bosmans meer, geen Marieke Vervoort. Dus dat nieuw bloed is wel effectief nodig. En als je dan heel even naar de delegatie gaat kijken, dan zitten we eindelijk ook weer boven die 30 atleten. En dat is, als je Londen even buiten beschouwing laat, want dat was een abnormaal jaar, dan is het de grootste delegatie sinds Atlanta 96. Het zijn er niet zoveel meer, maar we zitten wel voor het eerst in zoveel jaar nog eens boven de 30 atleten. Dus ook dat is een factor, Maarten. Oké, de juiste mix dus, dankjewel. Er was ook minder goed nieuws, Ruben, want rolstoeltennisser Joachim Gérard die is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Wat is er daar precies gebeurd? Dat is nog niet 100% geweten. Men vermoedt een cardiologisch probleem. Het is gisteren gebeurd. Was buiten bewustzijn op een bepaald moment. De spoeddiensten waren er uiteraard heel snel bij. De medische staf van de Belgische delegatie ook. Men heeft hem snel weer bij bewustzijn gekregen. Is dan weggebracht naar een ziekenhuis hier in Tokio. Er moeten nog een aantal tests gebeuren. Men vermoedt een cardiologisch probleem, maar dat is nog geen zekerheid. Kan ook niet echt iets met de warmte te maken hebben, denk ik. Het is ondertussen al een stuk koeler hier in Tokio sinds een aantal dagen. Heeft het met vermoeidheid te maken? Is er een ander pathologisch probleem waar men eerder al heeft overgekeken? Dat gaat men nu moeten onderzoeken. Maar hij is wel stabiel, hij is bij bewustzijn. Heeft ondertussen ook al een aantal gesprekken gehad met de mensen van de delegatie. Dus dat is allemaal wel in orde. En ook de chef, de mission Oli Kazimirovski, die heeft gereageerd bij monden van Joachim Gérard om te laten weten hoe het met hem is. On l'a vu ce matin et il va bien de nouveau. Donc, il est fatigué, il a une longue nuit. Mais ça va, il récupère, il a le moral.
et il envoie de l'énergie positive à la délégation qui est encore en compétition aujourd'hui, parce qu'on n'oublie pas qu'on a encore des athlètes qui concourent et qui gagnent des médailles aujourd'hui, donc on est aussi avec eux. Cristiano Ronaldo is een recordkampioen. Zo is hij onder meer topschutter aller tijden op het EK in de Champions League. En daar is gisteren nog maar eens een record bijgekomen. Ronaldo scoorde met Portugal 2 keer tegen Ierland en heeft als international nu al 111 doelpunten gemaakt. Niemand deed ooit beter. Een zoveelste cadeautje voor Cristiano Ronaldo, maar wat hem echt bezighoudt zijn prijzen en records. Na een kwartier kan hij al internationaal topschutter aller tijden worden. Van op de stip, maar hij mist. En dat is zuur, want dit heeft hij al beter gedaan. En wanneer de Ieren op voorsprong komen, lijkt het al helemaal geen feestavond te worden voor Ronaldo. Portugal moet achtervolgen. In de tweede helft is er wel druk, maar geen doelpunten. We gaan naar de slotminuut, dan maar Ronaldo zoeken. En die kopt de gelijkmaker binnen, dat kan hij wel. Kijk ook naar de ontlading, doelpunt 110 is een feit. Hij is een recordrijker. Maar Portugal heeft nog altijd geen 3 punten. We zitten nu diep in de toegevoegde tijd. En daar is Ronaldo weer. Hij en alleen hij is de matchwinnaar. 111 doelpunten al voor Portugal. Die 2 ballen neemt hij mee naar huis. Hij heeft er zoal veel thuis. De Belgische Voetbalbond schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen racisme en discriminatie. Incidenten op en rond het voetbalveld moeten voortaan altijd gemeld worden aan de scheidsrechter, ook in het amateurvoetbal. En daar worden ook sancties aan verbonden. Kijk, bruine, Marouf, Bisse Marokkaan, homo, vuile en allemaal anders scheldwoorden. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna 37% van alle spelers tussen 10 en 20 jaar in aanraking komt met racisme of discriminatie. Uit dat onderzoek vloeide een actieplan voort. En een van de opvallendste elementen daarin is de meldingsplicht voor scheidsrechters. Vroeger was het altijd zo dat de scheidsrechter, mocht er iets extreem zich voordoen, al een apart verslag opmaken. Dus dat was niet automatisch geïmplementeerd in het scheidsrechtersverslag. Nu is dat wel, waardoor dat je automatisch al de intentie hebt om direct zaken te melden. Elke melding wordt voortaan behandeld door de nieuwe Kamer tegen Discriminatie en Racisme. En die zal ook sancties kunnen uitspreken. Dat gaat van geldboetes tot schorsingen, tot ook sociale acties, waarbij dat eventueel een club wordt opgelegd om een plan rond racisme en discriminatiebestrijding voor te leggen en in te voeren in een club zelf. Ook als supporters zich misdragen, kunnen de clubs daarvoor gestraft worden. Niet alleen de scheidsrechter, maar ook trainers, supporters en iedereen die rond het veld staat, kan via de app van de KBVB trouwens makkelijk melding maken van racisme of discriminatie. Hordeloopster Eline Berings stopt met atletiek, en dat op haar 35e. Berings wilde afscheid nemen op de Spelen in Tokio, maar die miste ze op een haar na. Ze heerste lange tijd op de 100 meter horde, met onder meer 5 Belgische titels en ze beleefde haar hoogtepunt op het EK Indoor in 2009. Toen werd ze Europees kampioen. Op de US Open heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde. Ze won in de 2e ronde makkelijk van een Griekse kwalificatiespeelster. Vrijdag speelt ze tegen de Tunesische Ons Jabeur, de nummer 20 van de wereld. En door het slechte weer in New York, dat zag je daar straks al, is het speelschema van de US Open helemaal verstoord. Door de tropische stormen en door felle windstoten kwam er ondanks een gesloten dak toch nog een pak regen binnen. En koersliefhebbers, Wim, die worden hier op 1 echt wel verwend. Zo meteen de 4e rit in de Benelux Tour en aansluitend alweer een hele zware bergrit in de Ronde van Spanje. Top, dankjewel. Ik heb nog dit voor u. De Griekse componist Mikis Theodorakis is overleden. Theodorakis raakte midden jaren 60 wereldwijd bekend met de muziek voor de film Zorba de Griek. Theodorakis was ook politiek actief tijdens de militaire dictatuur in Griekenland van 1967 tot 1974 was hij een van de boegbeelden van het linkse verzet en werd hij verbannen. De man is 96 geworden. Let's go! In de film Zorba de Griek leert acteur Anthony Quinn Ellen Bates de Sirtaki dansen. De muziek van Mikis Theodorakis is gebaseerd op verschillende populaire Griekse dansen. De
choreografie is speciaal voor de film bedacht. Al gauw danst de hele wereld de Sirtaki op de muziek van Theodorakis. Vanaf zijn jeugd koppelt Theodorakis muziek aan politiek engagement. Als Griekse kolonels in 1967 een staatsgreep plegen, belandt Theodorakis in een concentratiekamp. Na een grote internationale campagne voor zijn vrijlating wordt hij het land uitgezet, met in zijn bagage onder meer een lied geschreven in de gevangenis. De jaren daarop voert Theodorakis vanuit het buitenland campagne tegen de dictatuur met muziek en woord, zoals hier in Brussel. Isolé en Grèce par les Grecs, n'ayant trouvé aucun appui intérieur, la dictature ne peut survivre que parce qu'elle est appuyée par les impérialistes américains et par les forces de l'OTAN. Terwijl Theodorakis in ballingschap is, wordt zijn geëngageerde muziek in Griekenland verboden. Maar daarbuiten wordt ze al maar bekender. Lisbeth List zingt Theodorakis in het Nederlands. De Mauthausenliederen bijvoorbeeld, met teksten over leven in een concentratiekamp. O liefste, als je terug zult komen, kus me. O liefste, zal ik bij je komen, draag me. Als in Griekenland de democratie is hersteld, keert Theodorakis terug naar zijn vaderland. Hij blijft in de politiek, maar hij maakt ook internationale tournees. Onder meer met de muziek die hij schrijft voor de Canto General, het epos van de Chileense Nobelprijswinnaar Pablo Neruda. In 2012 komt Theodorakis mee op straat tijdens het protest tegen de aanpak van de crisis in Griekenland. De bekendste Griekse componist van de 20e eeuw wordt overleefd door zijn muzikale oeuvre. En Zorbas Dans is daar het bekendste stukje van. We begonnen dit journaal met de kritiek van N-VA-voorzitter Bart De Wever op de nog geldende coronamaatregelen. Hij vindt dat ze zo snel mogelijk afgeschaft moeten worden. Hij heeft ook vragen bij de regelgeving zoals die wordt opgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. Fijne donderdag nog. Tot kijk. Ik kan niet een jaar lang zeggen, goed, als de vaccinatiegraad boven een bepaald punt is, dan kun je het loslaten. We bereiken dat punt en dan zeg je ja, nee, er gelden nog allerlei beperkingen. Op een gegeven moment moet het leven wel kunnen hernemen en moet men gewoon kijken naar de ziekenhuizen natuurlijk, dat het daar niet meer lukt. Ja, dan heb je een probleem, maar de besmettingen zelf, ja, dat is iets dat je toch eens zou moeten loslaten. Er kunnen opmerkingen gemaakt worden en bijvoorbeeld nu met betrekking tot die dansfeesten zijn er vanuit die hoek geen opmerkingen gemaakt. Dus ik vond die uithaal wel enigszins opmerkelijk. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.